een duim in de lucht, dat betekent... Jongens, de munt is geslagen. Applaus! Drie, allemaal! Hierbij verklaar ik de Cruijff Foundation Open Dag voor de 17e keer officieel voorgeopend. Jawel mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta op het open dag van het Johan Cruijff Foundation. De legendarische nummer 14, jawel. Nou ja, normaal als je aan Johan Cruijff denkt, denk je alleen aan voetbal. Maar nee hoor, er is hier van alles te doen. Basketballen, boksen, dansen. Nou, noem maar op, alle sporten kun je hier uitoefenen. En wat ook wel gaaf is, hij krijgt een eigen 5 euro munt. Je kunt er ook gewoon mee betalen in de winkels, wat ik begrepen heb. Maar ik zou het niet doen, want hij is zeldzaam. Dus stop hem gewoon onder je bed of wat dan ook. Ik zeg, we gaan even rondkijken wat hier allemaal te doen is. Het is lekker druk. De opening is net geweest, je hebt het gezien. En ja, ik zeg tot zo. Ondertussen sta ik hier met... Anton. Anton, hoe is het met je? Goed. Ja? Hey Anton, wat heb je vandaag allemaal al gedaan? Wil je het laten zien? Handbal, basketbal, korfbal, tennissen. En is het goed gegaan allemaal? Ja. Ja, ga je nog wat anders doen? Of ben je klaar voor vandaag? Ik ga nog wat anders doen. Oh, je bent nog niet moe? Nee. Nou, succes hè. Kijk, we hebben nog iemand. Hij heeft gekickboxd hè? Ja. Gaan we de Hari uitdagen? Gaan we de Hari uitdagen of niet? Ja. Eén hoek ligt die kou hè. Van de Hari! Gaan we eruit! Kijken. Hey, top. Ja, wel mensen, en ik kom hier Jaap de Groot tegen. Hoe is het met u? Ja, heel goed. Een mooie dag. Tweede boek van Johan Cruijff is uit. Ja, leuk, fijn, mooi. Mag ik het, u heeft het boek bij u, hè? Ja. Mijn voetbal. Ik hoop als je het leest dat de mensen ook denken van hey, het ziet er groen uit. Het ziet eruit alsof er gras op ligt. En ik hoop vooral dat het, als je het leest dat je het gras kan ruiken. Ik denk, mag ik ze meer vanuit? Ja. Een beetje kunstgras, ja. Ja, nou ja, goed. Het is gras. Het is gras. Ja, ik las dat u elke zondag met Cruijff belde, hè? Ja, elke zondag om 11 uur was eigenlijk vast een prik. Had hij zijn ochtendwandeling gedaan, had hij vers brood gehaald voor het ontbijt. Ja, dan zat de koffie en de broodjes zaten erin. En dan gingen we over voetballen praten voor zijn column. Hoe is het om zo'n legendarische man te mogen hebben leren kennen, zeg maar? Heel motiverend en heel positief, want dat was natuurlijk de kracht van Johan. Hij was 69, maar het was gewoon nog een jonge vent. En dat was heel bijzonder. En wat betekent dit achter ons allemaal voor hem? Eigenlijk, je hebt 14 regels van Cruijff. Dan heb je 1 tot en met 13. En nummer 14 is sociale betrokkenheid. Eigenlijk al zijn levensprincipes, die 13 daarvoor, vallen hier samen. Hier valt sport samen, zijn sociale betrokkenheid, zijn liefde voor de jeugd. En zijn autoriteit om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dus eigenlijk is wat je achter je ziet de legacy van Johan. En als u het mooiste zinnetje van Johan mag citeren, wat zou dat dan zijn? Heb plezier. Alles wat je doet. Ja, gewoon plezier hebben. Ja, ben ik zeggen. Heb plezier in alles wat je doet. En ik ga hem zeker lezen, mensen. Tjo. Tjo. Ik krijg gewoon nog een boek. Heb je een pen? Ik krijg gewoon nog een boek. Nou, weet je wat ik hier met dit boek ga doen? Ik ga hem eerst zelf lezen en dan gaan we hem verloten. Je mag doen en laat hem even wat je wil. Laat een leuke reactie achter in de beschrijving. Nadat ik hem gelezen heb, ga ik een mooie mijn voetbal ga ik verloten aan jullie. Hey. Oh. Wat ik helemaal tof vind aan het Cruijff Foundation is niet alleen dat de jongens die goed kunnen voetballen hier welkom zijn. Nee, maar ook juist kinderen die een beperking hebben, die niet alles kunnen, zijn hier ook welkom. En kunnen hier ook gewoon allemaal leuke dingen doen. Ik zeg, we gaan het even checken. Basketbaltalent is. Ik zit op voetbal. Wat zeg je? Ik zit op voetbal. Oh, je zit op voetbal, je kunt ook goed basketballen. Nou, wat goed van je.
Hey, netjes. Volgens mij zit hier de fitnessruimte of zo. Ik zie een beetje fitnessapparaat staan. Je kent het. Hoe is het? Ja, goed. Heb je een leuke dag? Ja, mooi. Wat zijn we aan het doen? Aan het varen? Go, 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 zit daar. Je hebt er bijna. Je hebt hem gehaald. Goed gedaan. Hé, hey, er is hier zelfs een tandem. Boys, hoe is het? Ja, wat ga je doen? Huh? Nee man, dat lijkt maar zo. Alleen. Zag je ze langs fietsen? Ja, hartstikke goed. Hoeveel rondjes moet ze maken? Dat bepalen ze zelf. Oh, dan mogen ze zelf het weten. Feit dat ze sporten en een lach op hun gezicht hebben, dat is belangrijk op zo'n dag. En u stimuleert ze gewoon als ze langs fietsen? Absoluut. Applaus, aanmoedigen en zeggen dat ze Joop Zoetemelk zijn of Tom Dumoulin. Dat gaat allemaal werken. Gaat allemaal werken. Alsof ze op de Tour de France aan het fietsen zijn, hè? Zo'n soort Tour de France, maar dan in het Olympisch Stadion. Dat dacht ik. Komt er weer een, er komt er weer een. Ja, ga door. Dat bedoel ik, alleen op een tandem. Er kwam er net een voorbij, alleen op een tandem. Nou, dat is toch een prestatie goed, om u te zeggen. Kijk anders... nu eens. Ja, dat is een echte. We staan gewoon midden op het fietspad eigenlijk, hè? We staan midden op de atletiekbaan die ook als wielrenbaan wordt gebruikt. Okay, dus maar, er komt er nog één. Ik ga er maar snel af, dankjewel. Er komt helemaal goed. Kijk! Blijf doorgaan. Hey, dit lijkt me ook wel tof. Pijl en boog schieten, jawel. Kijk zo. Hey! Dat moet je wel even raken nu, hè? Oh, jammer man. Met gevoel. Ja. Ga deze voor de kijkers. Is goed, doe maar. Ik zie je straks voor u. Oh! Daar ging die. Klasse, boys. Netjes gedaan, hè? Wat ga je doen? Ik ga gewoon in die vier schieten. Jij pakt gelijk de meeste punten, hè? Ja. Nou, leuk. Nog een keer. Oeh. Heb je nog een netje? Dat zal ik eens proberen. Ik heb maar één kans nodig. Ik had dit voor. Welke nummer 4? Ja, dat is goed. Dat is best moeilijk. Ja, dat is goed. Ja. Hij zat, hè? Hij zat. En ik sta hier ondertussen met... Carina. Carina, ik ben ondertussen even aan het opletten. Ja, ik ook. Wat wordt er hier gedaan? Wij laten hier zien hoe je kan honkballen en softballen. En wat het gemeten hoe hard je gooit? Ja. En is er nog ergens de snelheid die op nummer 1 staat of hou je daar niet bij? Nou, er was van net eentje die kwam op 33 km per uur uit. Oké, dat is best veel. Ja, de professionals die staan op 66 tot 70, dus dan kun je ongeveer zien hoe hard dat is. Dan is 33 best goed, lijkt mij. Dat is zeker waar. Nou, laat zien. Pats. Lekker man. En mijn favoriete onderdeel, voetballen. Wel, ze zijn lekker bezig hier, de boys. En... Nee, ik zie geen meisjes. Ik dacht dat ik wel meisjes meer zou doen, maar nu is het zo. Hallo. De scheids die vertelt even dat ze wel moeten overspelen. Dit niet alleen pingelen, dus ook samenspelen. Heel belangrijk. Klasse scheids. Hey, wat ben jij aan het doen dan? We hebben nog dezelfde camera's ook nog. Hey, dezelfde camera, what's up? Goed man, dat je man. Hey, mooi shirt man. Ja, dankjewel man. Hey, die heb ik niet gekregen. Ik heb wel een boek gekregen. Maar mijn shirt. Maar die heb jij weer niet gekregen. Lekker man. En als de mensen jou moeten volgen, waar moeten ze zijn? Oer voetbalvlogs. Ja, en als ze jou willen volgen? Brian Vlogs. Brian Vlogs? Ja, en dat doen we samen met mijn broertje Bilo. Kinal, hoe is het? Wij zijn echte. Druk aan het vloggen. Echte man, hè? Ja.
bijna een postje klappen krijgen met boksen. Frits Barend, jawel. Ondertussen sta ik hier met Frits Barend. Jawel, en ik zag u net een beetje boksen. Ja, ik was aan het boksen met een meisje Stephanie. En die sloeg behoorlijk hard. Die was bloed van de tiger. Ja, dus ik moest mijn dekking dicht houden. Ja. En wie ben jij? Ik ben Oer. En wat kom jij hier doen? Ik ben eigenlijk voetbaltrainer. Ja. Ja. En hebben ze me gevraagd om vandaag hier gewoon Wat leuk. Dus het is de eerste keer dat je hier bent? Het is de eerste keer dat ik hier ben, okay. Ja. Nou, kan je zeggen, het zal niet je laatste keer zijn. Het is een van de hoogtepunten uit mijn leven, de Johan Cruijff Open Dag. Ik ben er volgende keer zeker mee. Oké, doen we. Gaat u hier ook Badr Hari uitdagen? Badr is geen partij van mij. Okay. Die ligt na anderhalve ronde. Dan zegt hij dat hij geblesseerd is, heb ik niks aan. Dankjewel. Natuurlijk. Wacht even, stop. Kijk eens wie ik helemaal in Enschede tegenkom. Alsjeblieft. Dankjewel. Het is gewoon onze eigen Fred van Spatclub. Hoe is het? Goed. Ja Fred, wat ben jij aan het doen vandaag? Hoor? Ik ben al 6 jaar of 7 jaar vrijwilliger van de Johan Cruijff Open Dag. Dus elk jaar de Open Dag is een fantastische dag. Dus het is morgen om 17:15 een treintje hier naartoe. En vanavond om 9 uur weer terug in Enschede. Ja Fred, jij had al met mij mee mogen rijden, maar 17:15 is wel heel vroeg. Is wel heel vroeg voor ook mij. Voor jou, hè? Ook voor mij, ja. Ik zie jou in Enschede weer. Ja, maar uiteraard. Ja, natuurlijk. Hey, succes, hè. Officiële munt van Johan Cruijff werd gedrukt. Ja, nu gaan we hem even van dichtbij bekijken. Ik zeg, check even. Ondertussen sta ik hier met Mr. Ajax. Sjaak Zwart, hoe is het met u? Heel goed. Leuke dag gehad? Ja, dit is fantastisch. Als ik die kinderen zie genieten, dan geniet ik ook. Waarom is de Cruijff Foundation zo belangrijk? Nou, dat zie je over de hele wereld bekend. En voor die kinderen die hard niet kunnen sporten en dan toch bepaalde dingen doen. Dat is geweldig. Daar geniet ik van. Ik zeg volgend jaar weer. Tuurlijk. Hou zo. Heeft u nog een mooi trucje wat u met bal kan doen? Nee, dat niet. Dat nee. Ik ben niet van de trucjes. Ik ben van zakelijk. Van het scoren. Gewoon zakelijk, hè? Zakelijk. Gewoon zakelijk. Jongens, zakelijk. Geen panna's. Gewoon scoren of assist geven. Als een team moet je spelen. Dat dacht ik. Dankjewel. Aan alle dingen komt een einde, zo ook aan het open dag van het Cruijff Foundation. Ja, was super gezellig, wat ik vooral mooi vond om te zien. Iedereen liep rond met een glimlach, iedereen had plezier. En ik zeg bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer, ciao.